Ik sta hier bij leerlingen van het Vertel College, hè? Dat klopt. Hoe heet jij? Ik heet Chanou. En jij? Gjald. En wat zijn jullie aan het doen hier, Gjald? Wij zijn ons project aan het presenteren om Deinsvaart aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Deinsvaart aantrekkelijk voor de jeugd? Is het niet aantrekkelijk voor de jeugd dan? Vinden wij van niet. Wat moet er gebeuren om Deinsvaart aantrekkelijker te maken voor de jeugd? Nou, er moeten veel meer activiteiten komen, want er zijn best wel veel dingen voor ouderen. We hebben ook een museum, maar dat is heel erg voor ouderen, dus dat is natuurlijk niet leuk. Want dan krijg je dus helemaal geen bezoekers. En we denken dat jongeren juist straks alles gaan overnemen. Dus dat is juist de bedoeling dat zij dat ook leuk vinden. Wat bedoel je mee? Jongeren gaan straks alles overnemen? Nou ja, kijk, de jongeren zijn wel een nieuwe generatie. Dus zij moeten straks dat overnemen van de wat oudere mensen. Ja. En nou ja, als ze daar niet voor gemotiveerd worden, dan komt er natuurlijk niemand. Dan gaan, ja, tegen die tijd dat de jongeren het overnemen, willen ze misschien weer wat andere dingen dan dat ze nu willen. Maar je wil ze ook in het dorp houden natuurlijk. Ja, precies, dat is dus ons probleem. Nou, laten we concreet worden. Wat gaan we doen? Dit is het rollenpaalspel. En het rollenpaalspel, Deinsvaart heeft als enige een rollenpaal. En een rollenpaal, daar werd altijd de trekschuit voortgetrokken? Ja, voortgetrokken. Om zo een bocht door te komen. En dit is eigenlijk een soort ganzenbord. Maar je kunt rollenpaaltjes verdienen. Elke keer dat je een vraag goed beantwoordt. En de vraag is, als je dus zijn de roze kaartjes. Als je dus op een vraagteken pakt. Maar is dat dan is dit een modelletje, een tafelspel? Of is dit iets wat je in Deinsvaart op de grond gaat leggen? Is het levensecht? Levensgroot? Nee, het is nu alleen nog maar een tafelspel. Maar je kan er natuurlijk van alles mee doen nog. Altijd nog. Dus. Maar het is gewoon een lokaal spel, daar begint het mee. Ja. Okay. En dan zie ik daar survivalbaan, jaagpad, waterfietsen, kano's. Ja. Ontmoet Baron van Dedem. Dat zijn sommige activiteiten van ons. Ja. Dus we hebben een survival run. Misschien kent u dat. Ja. Dat hebben we dus bedacht. Een wipeout. Ja. Een wipeout die we van televisie kennen. Ja. Die ga je bij de Kotermeer zetten, zie ik. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Dus als ik het even snel zie, dan ga je wel aansluiten bij het bestaande museum. Ja. Maar daar gewoon eventjes iets vlottere activiteiten naartoe halen. De Baron van Dedem die vertelt dingen over zijn geschiedenis, zeg maar. Dus daarom willen wij dat ook, dat hij dat op een leuke manier vertelt. Dus er komt een poppetje van hem en die gaat dan informatie vertellen over zichzelf en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Okay. Nou, lijkt me allemaal niet al te ingewikkeld om te realiseren. Hebben jullie al een plan? Of een kostenplaatje? Kostenplaatje? Nog niet echt. Oké. Okay. 10.000 euro? 20? Nou, ik weet niet zo goed. Minder? Minder. Dit moet niet zoveel geld gaan kosten. Oh, okay. Het is heel simpel allemaal. Ja. Maar we hopen wel natuurlijk dat het groot impact heeft. De gemeente Hardenberg had tegen een andere projectgroep gezegd van let maar niet te veel op geld. Dus kennelijk is er geld zat daar. Wij denken dat less is more. Dus, less is more. Dat lijkt mij een wijs woord om mee te besluiten. Ja, zeker. Dank je.